FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Groenhart. Derrel, wat moet dit heerlijk zijn? Ja, zeker. Denk een fantastische avond voor alles en iedereen en een heerlijke 2-0. Voor jou natuurlijk een eerste basisplaats sinds best wel een tijdje. Met wat voor gevoel stap jij dan hier het veld op? Ja, wat je zegt, eerste basisplaats sinds een tijdje. Dus dan, dan wil je je graag bewijzen en weer terug in het team knokken. En zo goed mogelijk je taak vervullen. En ik denk dat het aardig lukte. Barry, hoe erg heb jij uitgekeken naar dit moment? Ja, ik heb hartstikke uitgekeken naar dit moment. Dit is een belangrijk moment ook voor mezelf. En ja, heerlijk dat we die 3 punten en de 0 kunnen houden. Hebben gehouden. Dus dat was echt top. Dat kan eigenlijk niet beter. 3 punten, clean sheet. Ja, nee, dat wil je als keeper zijn. Dat we het gewoon goed met elkaar op orde hebben. Wanneer wist je dat je zou gaan spelen? Gisterochtend hoorde ik het. Dus dat was wel een mooi moment om, om uit te kijken naar deze wedstrijd. Laten we beginnen bij de eerste goal. Die was technisch volgens mij best lastig, als ik hem zo een beetje moet beoordelen. Kun je ons een beetje meenemen naar hoe die goal verliep? Ja, volgens mij actie over de linkerkant. En de bal komt bij Franco en ik probeer eigenlijk een beetje positie te kiezen tussen de verdedigers in. En ja, het komt perfect voor mijn voeten. Klein beetje geluk dat hij nog aangeraakt werd, maar ik denk goede goal. Die tweede goal was best een aardige aanval volgens mij. Ja, mooie aanval. Ik denk Henk houdt de bal fantastisch vast, geeft hem met de hak mee. Ja, eigenlijk zoals je hem traint door de weeks. En Josh legt hem perfect voorlangs en ik hoef hem eigenlijk alleen maar binnen te glijden. En er komt er ook een beetje ontlading los. Ja, zeker. Daar kwam wel een hoop ontlading. Misschien een klein stukje frustratie kwam er wel los. En top om dan richting de Exide te rennen natuurlijk. En hoe verliep hij voor jou, die wedstrijd? Ja, gewoon een stabiele wedstrijd gespeeld. Eerste helft, cruciaal, gewoon wel een belangrijke redding. Voor de rest, verdediging, coachen, gewoon mijn ding gedaan. En tweede helft, een paar hoge ballen gepakt, diepte bespeeld. Dus dat was een stabiele wedstrijd. Richting het einde van de eerste helft, als we daar even naartoe gaan, dan zag je dat we het een beetje moeilijk kregen. Vitesse klopte wel op de deur, maar toch hielden we ze af. Hoe richt je dan weer op in de rust voor de tweede helft? Ja, eigenlijk gewoon doorgaan waar we mee bezig waren. Want ik denk, ondanks dat Vitesse veel de bal had, dat we eigenlijk vrij weinig weggaven. En ik moet zeggen, je zag wel dat de krachten bij een aantal jongens wel wat wegvloeiden. Hoop zieken natuurlijk, jongens die ziek zijn geweest of zich niet helemaal lekker voelden. Maar ik denk dat we dat als team fantastisch hebben gedaan en geklopt hebben voor iedere meter. Je krijgt hierna natuurlijk nog 2 belangrijke potjes. Nu heb je 20 punten met 6. Die we hadden voor de winterstop, ik denk dat het best aardig draait zo. Ja, natuurlijk. Zoals het na de winterstop nu gaat, de wedstrijden die we hebben gehad, mogen we gewoon heel tevreden zijn. Alleen, we zijn er natuurlijk nog lang niet. We moeten gewoon doorknokken, iedere wedstrijd weer. En dan zien we waar het gaat eindigen. Maar ik denk als we op deze manier en met deze strijd zo blijven knokken, dan kunnen we een heel eind komen. Dan wordt er achter het doel, de tweede helft, wordt je naam een paar keer gescandeerd. Is dat iets wat je meekrijgt? Ja, natuurlijk maak je dat mee. Ja, maar dat is alleen maar mooi. Dan krijg je vleugels? Ja, dat geef je wel een boost natuurlijk. Met NEC en Emmen krijg je natuurlijk de komende 2 weken ook tegenstanders waarin je punten zou kunnen pakken. Durf je ook omhoog te kijken op de stand? Dat zien we daarna wel. Weet je. Het belangrijkste is nu gewoon dat we zo ver mogelijk wegkomen van die onderste plekken. En als dat lukt, dan kunnen we misschien daarna voorzichtig naar boven gaan kijken. Maar ik vind dat dat nog lang niet aan de orde is. Even na de wedstrijd, dat viel mij op. Meerdere keren wordt er om je shirt gevraagd. Die gaat niet weg, hè? Deze neem ik zelf mee naar huis, denk ik, ja. En die komt boven je bed hangen of ga je hem inlijsten? Wat ga je doen? Dat weet ik nog niet, maar ik krijg wel een mooi plekje, ja. Met het Eredivisie-logo goed in beeld, neem ik aan. Ja. Heel goed. Dat zeker weten.